ziet hier een schema. Aan de linkerkant zie jij schaal 1 tot en met 10. En aan de onderkant zie je leeftijd 15 tot en met 70 jaar. Schaal 1 tot en met 10 gaat over de marktwaarde van het ander geslacht. Dus als jij een vrouw bent, dan zie jij dat tussen de 15 en de 30 jaar, dat daar de marktwaarde zich vooral in afspeelt. En dat heeft te maken met de schoonheid van een vrouw. Dan is een vrouw op zijn best, op zijn mooist, zou je zeggen. En dan erg gewild bij de mannen. Voor de vrouw is uiterlijk helemaal niet zo belangrijk, maar is de status weer belangrijk. Dus vrouwen vallen op status en mannen vallen op de schoonheid van een vrouw. En je ziet ook dat vrouwen mooier zijn als mannen. Dat is statistisch eigenlijk gewoon te meten. Je kan ook bijvoorbeeld de Playboy zien. Ja, naakte vrouwen worden veel beter verkocht dan een blad met naakte mannen. Dus als een jongen 16 jaar is, dan zijn ze ook, hebben ze ook een mooie jonge huid. Maar totaal niet aantrekkelijk voor een vrouw, omdat ja, het heeft geen diploma's, het heeft geen eigen auto, het heeft geen huis, het heeft geen vermogen. Het heeft geen status opgebouwd. Daarom vallen vrouwen ook op oudere mannen, omdat die meer status hebben. Toevallig had ik op mijn 16e een eigen huis. Mijn ouders gingen scheiden, mijn moeder kreeg een nieuwe vriend en ik mocht dat huis hebben. Dus op mijn 16e had ik een gezinswoning. En toen was ik in trek bij wat vrouwtjes. Niet zozeer omdat ik zo'n geweldig karakter had. Nee, de randvoorwaarden waren goed. Ik was 16 jaar en ik had een eigen huis. En ik had een vriendengroep. En toen was ik nog heel erg populair in mijn vriendengroep. Tegenwoordig hang ik er met een zijden draadje aan. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ik kreeg toen ook nog een eigen auto. Dus ik had een huis en een auto. En dat was ook het moment dat ik voor het eerst ging experimenteren met vrouwen. Maar mijn randvoorwaarden waren goed. Maar nu woon ik in een sociale huurwoning. Ben ik productiemedewerker. En ik ben 32 jaar. Dus mijn status is nu niet goed hier in het Westen. Als ik op Tinder ga en ik zeg, ik werk met heel veel plezier als productiemedewerker in een fabriek, dan valt het gesprek 9 van de 10 keer stil. Een man zonder status is onzichtbaar, zegt Andrew Tate. En daar heeft hij wel een punt. Ik heb ook wel een keer een Tinder date gehad. En die vrouw kwam toen hier. En toen hadden we een date gehad. En ga je daarna overleggen van, ja, hoe vond je het, dit en dat. En toen zei ze al meteen, ja, toen ik hier binnenkwam, toen dacht ik al meteen van, ja, dit is niet wat ik zoek. Ze zocht een man die al wat verder is, waar ze meteen kon intrekken en een gezin mee kon stichten. Snap je? Dus ik word vaker geconfronteerd met deze harde realiteit. Probeer maar eens aan een vrouw te komen als jij in de financiële problemen zit en je woont bij je ouders. En wij mannen moeten oppassen dat we dat niet gaan veroordelen, want wij zijn net zo erg. Wij vallen op mooie vrouw, wij vallen op schoonheid en hun vallen op status. En er zit allebei iets ongemakkelijks aan. Maar goed, als je dus naar dit schema kijkt, op welke leeftijd is dan de kans het grootst dat jij de ware tegenkomt? Tussen de 25 en 30 jaar. Want de marktwaarde van een vrouw, die daalt. En de marktwaarde van een man, die begint te stijgen. Alleen wat mannen dus vaak niet weten, is dat dat pas het begin is. En dat ze uitchecken op het moment dat zijn marktwaarde juist stijgt. Omdat ze steeds meer status opbouwen. Meer vermogen, een huis, een auto. En juist precies voor dat moment worden ze vaak vastgezet door een vrouw. Een vrouw heeft nou eenmaal andere belangen als een man. Een vrouw wil graag voor haar 30ste vaak een kind hebben. Dat zie je ook aan die marktwaarde van een vrouw. Die daalt al heel snel na een 23ste. En dan in één keer zijn ze op zoek naar een serieuze relatie. En dan willen ze voor een 30ste een kind hebben. Ze willen hun hartje veiligstellen. En die vrouwen weten ook wel dat ze een man niet te snel moeten pushen. Met mini-stapjes word je de traditionele relatie ingezogen. Hup, hup, en dan bam, voor je het weet zit je vast en kun je niet meer terug. Als jij je dus bedenkt op welke leeftijd het gunstigst is om kinderen te nemen voor een man, is dat niet voor zijn 30ste. Dat is het meest gunstig voor een vrouw. Een man kan het beste zich focussen op status opbouwen. Als een man status opbouwt, dan trekt dat vanzelf vrouwen aan. En kun je alsnog op latere leeftijd nog steeds met een jonge vrouw kinderen nemen. Met een 10 jaar jongere vrouw. Want vrouwen vinden uiterlijk helemaal niet zo belangrijk. En leeftijd. Die willen best een 10 jaar oudere man, als het maar wat meer status heeft. Je ziet hier dat de marktwaarde van een man rond de 30 jaar in één keer omhoog schiet. Maar ja, dan moet je wel een onderneming beginnen. Of succesvol worden in iets. Je moet wel status opbouwen, anders gaat jouw marktwaarde niet omhoog natuurlijk. Als ik naar mezelf kijk, ja, ik ben dus dit YouTube-kanaaltje begonnen en ik ben van 0 naar 1 gegaan. Ik heb van niets
iets gemaakt. Maar mijn status is nog steeds waardeloos. Maar ik heb wel een klein beginnetje wat ik kan uitbouwen. En ik heb ervaren dat het ook heel snel kan gaan natuurlijk. Hè? Ik heb in 3 maanden 200 abonnees bij elkaar gesprokkeld. En in die 2 maanden daarna had ik 300 abonnees bij elkaar gesprokkeld. Toen ging het in 1 keer dubbel zo snel. En dat geldt voor elke onderneming. Als je kijkt naar dit YouTube kanaaltje, dan zie je dat 98% een man is. En de meeste kijkers zijn tussen de 25 en 34 jaar oud. En daarom is dit relevant om dit met jullie te delen. Heel dat schema is heel zwart-wit uitgelegd, zodat het duidelijk is. Maar de nuance, die moet je zelf een beetje toevoegen. Vrouwen vinden status dan misschien wel belangrijk, maar is meer dan alleen status natuurlijk. Hè? Dus om je nou blind te staren op zo'n schema, nee. Maar er zit wel ergens een kern van waarheid in. Het is een interessant gegeven.